Hoi, leuk dat jij weer een lipbalmvideo bij mij komt kijken vandaag. Ik ga vandaag proberen om schattige lipbalmpjes te maken in, in sambalpotjes. We hadden vandaag wat eten gehaald uit eten, Surinaams eten. En daar kwamen dus allemaal sambalpotjes bij. Dus ik dacht, dat is leuk, daar ga ik dan lipbalm in maken. Kijken of dat werkt. Ik heb dit nog niet eerder gedaan, dus wie weet wordt het wel niks. Maar ach, weet je, ik probeer het gewoon. En meestal lukt het ook wel, dus we gaan dit vandaag doen. Ik ga dus 3 soorten lipbalm maken en ik ga de potjes proberen heel cute, heel schattig te schilderen, zodat het er leuk uit gaat zien. Nou, 2 lipbalmpotjes gaan even opzij. Die komen zo meteen aan de beurt. Ik begin met lipbalmpotje nummer 1. En ik ga die met vaseline en lipstick kleuren. Ik gebruik mijn lipstick puur als kleur. Ik kan het ook gewoon puur met vaseline vullen, maar ik wil er een leuk kleurtje bij hebben. Dus vandaar een lipstick als kleur. Ik ga mijn vaseline pakken en een beetje proberen te meten, kijken van hoeveel vaseline gaat er ongeveer in mijn potje. Zo, ik denk een volle theelepel. Nou, dat gaat dus zo hups mijn potje in. Doe even met de achterkant er zo in. Dat is 1. En dan 2. We gaan het kleuren. Daarvoor gebruik ik een lippenstift. Ik heb ooit een keertje een lippenstift in verschillende kleuren geprobeerd te maken van een pakket van Project MC Square. Ben je benieuwd hoe ik dat heb gedaan? Ik zal voor jou hier in beeld een link plaatsen naar de video waarin ik dit heb gemaakt. Ik wil het puur als kleur hebben, dat het een leuk kleurtje heeft, maar ik wil niet dat het gaat afgeven, mijn lipbalm. Dus ik heb niet zo super veel nodig. Even kijken of dit genoeg gaat zijn als kleur. Doen we nog ietsje erbij. Het probleem met de lipstick die ik nu gebruik is dat het veel warmer moet zijn. Dus ik weet niet of die van mij in de magnetron gaat kunnen, anders moet die even de oven in. Maar de meeste lipstick past wel gewoon in een magnetron. En als dat niet gaat, dan kun je het ook even in een oven doen. Ik ga naar mijn magnetron en ik ga dit opwarmen. Vaseline, nou dat is misschien 2 keer 15 seconden op 750 watt. Maar mijn lipstick moet dus wat langer in de magnetron en anders gaat hij de oven in. Ik kom zo meteen terug en dan giet ik het in het potje. Gesmolten. Ik zal even eerst snel vullen. En dan, ik heb zo'n 6 keer, even kijken, 6 keer 30 seconden moeten doen op 750 watt. En toen was mijn vaseline gesmolten. En toen heb ik nog 2 keer extra moeten doen, omdat mijn lipstift niet zo snel wilde smelten. Dus in totaal heb ik het 8 keer 30 secondes gedaan. Dit ga ik nu deksel erop doen en dan gaat het in de koelkast. En als het dan straks gestold is, ik ben even buiten adem, ik moet helemaal 2 trappen omhoog rennen met mijn, gesmolten lipbalm. Want anders dan koelt het veel te snel af. Dus ik ben even buiten adem van de trap op rennen. 2 trappen op. Voel heel wat anders dan mijn vorige huis. Maar goed, wat was ik aan het zeggen? Ik ga dit even in de koelkast laten hard worden. En als het hard is geworden, dan ga ik met verf, met acrylverf, zwart en wit, ga ik even een heel schattig gezichtje erop tekenen. En dan voor mijn tweede lipbalm. Ik ga hiervoor kokosvet gebruiken met olijfolie. En ik ga als kleur ga ik candy melt doen. Dat is een snoepje wat je dan kan smelten. En dan kan je het, als je het zeg maar goed vermengt, kan je het lekker kneden. En dan kun je dus zelf je eigen snoepjes ermee knutselen eigenlijk als het ware. Of je kan het hersmelten in bakvormen. En dan kan je dus ook zo je eigen snoepjes vormen maken. Dat is hartstikke leuk. Maar ik gebruik er dus één als kleur. En dan niet een hele, ik gebruik een halve. Oké, dus dan ga ik weer met een magnetron beker waarin ik dit dus kan laten smelten in mijn magnetron.
Ik begin met mijn kokosvet. Probeer een beetje in te schatten hoeveel er in een bakje gaat. Ja, dan een halve candy melt voor de kleur. Het smaakt echt altijd heel erg lekker. En dan een beetje olijfolie. Een halve theelepel. Nou, is iets meer dan een halve geworden. Zou genoeg moeten zijn. Oké, nou, dan ga ik weer naar beneden. Ik ga dit weer smelten in een magnetron. En dan race ik weer alle trappen op. En die gaan we er ook in gieten. Dit gaat ook de koelkast in en dan afkoelen en dan gaan we zo verder met de volgende. En dan de laatste, die doen we met oogschaduw en vaseline. Nou, ik zal weer mijn magnetronbakje vullen, of tenminste mijn ovenbakje vullen. Het is zo gevuld, ik ga weer naar beneden naar mijn magnetron en ik ga het weer smelten. En de laatste keer vullen. En ook dit gaat de koelkast in. En dan komt mijn eerste zo uit de koelkast. Nou, hartstikke leuk, hartstikke mooi. En dan ga ik hem dus mooi versieren. Want ik wil het bakje heel schattig hebben. En ik kan kiezen of ik doe het met acrylverf, zwart-wit. En als dit droog is, een laagje nagellak, zodat het er niet per ongeluk afgaat. Of ik kan het gelijk met nagellak doen, zwart-wit. Ik twijfel nog, dus ik denk ik ga gewoon eerst beginnen met nagellak. En als dat goed gaat, doe ik de rest ook met nagellak. En anders stap ik straks over naar acrylverf. Dus dit gaat nu opzij. En gaan we het met nagellak doen. Zoals je ziet, dit is echt goedkope nagellak. Als ik ga knutselen, doe ik het altijd met goedkope nagellak. Even kijken of ik met de kwast gelijk een mooi rondje kan krijgen. Het hoeft niet echt een rondje te zijn, het is voor het oog. Zo. En met de kwast vind ik het heel erg moeilijk, dus dan doe ik het even een beetje afmaken met een satéprikker. En nu het mondje. En dan nog een oog. Ik heb ondertussen ook roze gepakt, want nou zie je het eigenlijk wel goed. Ik denk ik wil roze wangetjes, maar ik bedenk me net. Ik weet niet of je het goed kan zien. Nou, we proberen het gewoon. Eén kant en dan nog de andere kant. En dan de ogen. En zo, het is klaar. En dan nu nog de andere twee potjes. En ze zijn bijna klaar. Nog niet helemaal, want ze moeten ook nog witte glansjes krijgen in de ogen. Maar ik moet nu wel gaan opschieten, want het is al heel erg laat. Het is volgens mij al bijna 12 uur 's nachts. En mijn man, gamerpapa, wil ook graag zijn video filmen. Dus ik ga nu maar even mijn video stoppen. In de thumbnail krijg je ze wel te zien met de glansjes. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Is dat zo, vergeet dan niet een like te geven. Die likes helpen me altijd superveel. Wil jij meer van maandag lipbalmdag zien? Je kan hier mijn kanaal abonneren. Daar zie je mijn mans kanaal Gamerpapa, die zo meteen nog moet filmen. Misschien vind je deze video wel leuk. En ik plaats hier een afspeellijst naar al mijn maandag lipbalmdag video's. Doepa doe!